Maandagmiddag op tweede Pinksterdag speelde PSV FC Eindhoven haar laatste wedstrijd van dit seizoen en dat was er niet zomaar eentje. Op het sportcomplex van AFC in Amsterdam speelde de ploeg van Nebojša Vukovic de bekerfinale tegen Ajax. En voor beide teams kan dit de eerste prijs worden in de historie van het bestaan van de clubs. De mannenteams hebben natuurlijk al genoeg prijzen gewonnen, maar de vrouwenteams van zowel Ajax en PSV FC Eindhoven staan nog altijd droog. De eerste kans in Amsterdam is voor Ajax. De voorzet is van Desiree van Lunteren. En Mandy Versteegd stuit dan uiteindelijk op Angela Christ. Vermeulen met de diepe bal op Jesslyn Kuipers. Die heeft een goede voorzet. Vermeulen kan er net niet bij. Kolendam, afvallende bal van Danielle van der Donk. Het schot en dat gaat toch nog een metertje over het doel van Marieke Ubachs. En zo hebben beide ploegen de eerste kansen gehad en de volgende is meteen voor Ajax. Mandy Versteegd is er weer dichtbij. Dit keer is er geen redding nodig van Angela Christ. Maar weer is het voor haar doel gevaarlijk. Whitney Sharp. De bal op Ashley Bakker. Helemaal vrij, alle ruimte. Van Lunteren, goede actie. Evens voorbij, dan de ruimte bij Mandy Versteegd. Die dan met de voorzet achterin Tesselmiddag. Maar haar schot gaat voor PSV FC Eindhoven aan de goede kant van de paal. Maar zo is Ajax toch wel de gevaarlijkste ploeg in die eerste helft. En is het de vraag of PSV FC Eindhoven iets kan doen. Vermeulen en Verlunteren dan in duel. Geen overtreding, dus gaat het spel gewoon door. Moraes met een terugspeelbal op Ubachs en daar zat een polletje in het veld. Gelukkig voor Ajax gaat die bal naast en is het maar een corner. Maar dat had ook heel anders af kunnen lopen. Van de Bogaert met de corner. Kopbal van Vermeulen. En van de lijn afgehaald door Tesselmiddag. Komt er nog een kans? Nee, de bal wordt uiteindelijk weggewerkt door Van Lunteren. Weer teruggebracht door Evers. Maar die bal gaat dan over de achterlijn en dan is het gevaar geweken. Een goede kans dus voor PSV, voor Lisanne Vermeulen. Maar Tesselmiddag is scherp op haar eigen achterlijn. Dan in blessuretijd van de eerste helft. Van Lunteren tegenover Evers. Is er voorbij? Schot nog geblokt. Tesselmiddag kan dan uithalen via Van Vlerken bij Mandy Versteegd. En daar is het 1-0 voor Ajax. Op slag van rust dus komt de ploeg van Ed Engelkes op voorsprong. En dat door deze Mandy Versteegd. De actie was van Lunteren. Het schot van Tesselmiddag, dan lijkt het alsof Mandy Versteegd buiten spel staat bij dat schot. Maar de scheidsrechter laat doorgaan en dus is het 1-0 voor Ajax. Dan zitten we in de tweede helft. Net 5 minuten onderweg als PSV een vrije trap krijgt op een mooie positie. De overtreding van Marees. En Danielle van der Donk heeft dan die bal opgeëist voor PSV FC Eindhoven. De muur wordt neergezet. Ubach staat in het midden en dan is de linkerhoek helemaal vrij. Links voor de keeper, rechts voor Danielle van der Donk. En zo dus net na rust alweer de stand gelijk getrokken door Danielle van der Donk. Je ziet er kijken, ziet dat de hoek vrij is en plaatst daar precies de bal waar de ruimte was. En dus 1-1. En dat moet natuurlijk gevierd worden met de meegereisde supporters. En wat zit er dan nog meer in het vat? Van der Donk weer. Kolen helemaal vrij aan de buitenkant. Daar komt dan die voorzet. Achterin Kuipers, maar Van der Most werkt die bal weg. Wel ten koste van een corner. PSV FC Eindhoven was al eerder gevaarlijk uit corners. Dus Ajax is gewaarschuwd. Maar hier een variant. Naar de Kolo. Oeh, die laat die bal lopen. Dan kan Ajax eruit komen. Versteegd. Op Ashley Bakker. En dan de ruimte aan de linkerkant bij Claudia van de Heiligenberg. Versteegd voor het doel met Evers. Versteegd komt ervoor en daar is het 2-1. Uit een corner van PSV FC Eindhoven
scoort Ajax. Kolen laat die bal om Ravuto glippen. En dan is de counter messcherp van de Ajax-vrouwen. En zo heeft PSV FC Eindhoven niet heel lang kunnen genieten van die voorsprong. Maar hoe lang kan Ajax genieten? Want Van der Donk gaat er vandoor met de bal op Jesselyn Kuipers. Dus daar de voorzet. Maar uiteindelijk in de handen van Marieke Ubachs. Wat kan zijn ploeg dan nog doen? Het kwam dus al eerder terug vanuit een achterstand. En dat zal het nu weer moeten doen. Wil het nog kans maken op die eerste prijs in de historie. De KNVB-beker. Een vrije trap. Jette van Vlerken lijkt het dan ineens te gaan proberen. En dat schot is nog niet eens zo onaardig. Prima vrije trap van Jette van Vlerken. En die bal gaat maar rakelings langs het doel van Ubachs. Dan zitten we echt in de dying seconds van deze wedstrijd. Melissa Everstand stoomt nog één keer op. De voorzet. En Suzanne Marees werkt die bal tot corner. Keepster Christ mee. In de allerlaatste seconde zitten we. Morees met de corner. Weggebokst door Ubachs. Kan Ajax er dan uit? Of kan PSV nog één keer die bal inbrengen? Dat laatste dus. Everstand. Uiteindelijk in de voeten van Maram van Erp. Maar dat schot is een rolletje en geen probleem voor Ubachs. Die mag dan nog één keer uittrappen en nu hoort het fluitje. Ajax vrouwen winnen deze KNVB bekerfinale met 2-1 van PSV FC Eindhoven. De ploeg van Ljubosja Vukovic kwam nog één keer terug in de wedstrijd. Maar aan het einde van deze wedstrijd bleek dat niet genoeg te zijn voor de winst. Ja, zeker teleurstelling, want wij waren echt heel goed voorbereid voor die wedstrijd. Die wedstrijd kon twee kanten op. Maar goed, twee momenten waar wij zelf letten niet op. Twee counters, twee doelpunten. Vermeene buitenspel bij eerste doelpunt. Dus dat is wel een beetje extra zuur. Maar bij deze felicitaties naar Ajax toe voor de overwinning. Maar sowieso felicitatie naar mijn speelsters. En ik ben heel trots op hun. Dat hebben ze echt strijd geleverd en doorzettingsvermogen vertoond. En wij zijn in die zin geen morele, maar wij zijn in principe absolute winnaar van deze finale.